Yo, VacoGamers, Lash hier. Welkom terug bij meer Assassin's Creed 4 hier op VacoGames. De vorige keer zijn we helemaal bovenin deze toren geklommen en dat was eigenlijk helemaal niet zo heel slecht voor me. Want de vorige keer hadden we ook niet heel veel missies gedaan, sterker nog, we hadden alleen de piraat gered. Maar omdat ik bovenin deze toren ben geklommen, weet ik nu wel, kijk eens eventjes op de schatkaart, huppakee, waar de schat ligt. Het boegbeeld van de Queen Anne, of in ieder geval het ontwerp daarvan. Dat lag bij een gebouw met een torentje linksbovenin en bij een paar palmbomen. En kijk eens wat ik daar toevallig zag. Links, of in het midden in dit geval, datzelfde gebouw. Dus die gaan wij eens eventjes heel gauw ophalen, dat boegbeeld. Kan ik hier naar beneden springen? Vast wel, hè? 1, 2. Woee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 
Dus gewoon wachten op het moment. Oké, daar dus. Daar gaan we naartoe. Want dat wil ik weten waar het is. Dat is hier linksaf. En dan gewoon immer die kant op. Even kijken, waar staat het gebouwtje? Daar. Het is gelukkig geen verboden terrein, dat scheelt. Dus we mogen er komen. Scheelt mij weer een hoop gedonder met de Spanjaarden. Of met de Britten of wat het dan ook zijn. Volgens mij zijn het de Spanjaarden. Hij lag achter een omgevallen boom, dat is hier. Oké, dus hier moet ergens het boegbeeld van de Queen Anne liggen. Het ontwerp daarvan. Graven. Kijken wat we hier kunnen vinden. Wat is dit voor een mooie schatkist? Maak hem eens open, Edward. Heb je de sleutel niet? Serieus niet. Ontwerp, keer 1. Queen Anne boegbeeld is nu verkrijgbaar in de kapiteinshut. Oh. Maar waar is de kapiteinshut dan? U hebt een trofee gewonnen. Nou, dat vind ik nou ontzettend fijn. Ik vond ook al dat ik een trofee verdiend heb. Dat ik gewoon zo goed ben. Ik wil graag... pistolen. Ja. Die wil ik graag. Alhoewel, dat is wel heel gevaarlijk voor mij, pistolen. Zo, dat is beter. Ik ga geen pistolen rondlopen, want voordat je het weet schiet ik op iemand. En dan heb ik weer het halve leger achter me aan, weet je wel. En er is hier toch een missie dichtbij, dus laten we die eens doen. Oh, hoi buddy. Wie ben jij ook alweer? Opeisen wat je toekomt. Altijd, hè. Als je wat toekomt, gewoon opeisen die zooi. Ah, zijn die inderdaad realen, ja. Ik noem het roepies. Roepie, roepie. Nope. Ik ben piraat, weet je wel. Yep, NSA, maar dan in 16 zoveel. 1700. Wanneer speelt dit spel zich af eigenlijk? 1700 nog wat? 1792 of zo? I don't care. I don't know. Ik weet het niet. Jullie weten dat vast wel. Roep het maar in de comments. Ha! In die totaal verneukte YouTube comments. Zet het aan, meneer. Oh, doei. Ga er maar verder zuipen. Zoek de gevangenisbewaarder. Vermijd gevechten en gebruik sluiproutes om bewakers te omzeilen. Oh, dit is een plantage en ik moet heel veilig die kant op. Oh god, dit gaat dan wat worden. Vermijd gevechten, oké. Okay. Ik zit wel op verboden terrein, dus ik mag hier helemaal niet komen. Zo. Heel voorzichtig, ze hebben me toch niet in de gaten op dit moment als het goed is. Och, wat zouden zij nou geven voor een paar bewakingscamera's? 74 meter, we komen steeds dichterbij. Er staat er eentje deze kant op te kijken, dus ik durf niet deze kant op. Kijk de andere kant op, bitch! Ga met je vrienden wat drinken of zo, maar ga niet de hele tijd deze kant op staan te kijken. Oh, dan komt hij ook nog deze kant op. En hij komt deze kant op. Oh, man. Ik ga heel snel. Zo. Niemand die me gezien heeft, hè? Er is niemand die mij gezien heeft. Kop heide, Edward. Waar ga jij naartoe? Wat is jouw rondje? Oké, zo. We zitten hier goed. Arendsoog. Waar is mijn doelwit? Daar. Found him. Ik zie hem met blaadjes. Als je verstopt bent op een hoek in een volle gebied,
Druk je op waarmee je een vijand in de buurt lokt. Oké. Maar dat wist ik toch al. Ik zie alleen maar blaadjes. Zo, beter. Hij is de sleutelbewaarder. Kom. Kom op, bitch. Kom deze kant op. Hij loopt waarschijnlijk wel een rondje, dat denk ik wel. Nou, doen dat soort figuren al. Oh god, er komen er nog twee aan. Nou. Kom nou. Er zit hier een lekkere chick in de bosjes. Kom op. Kom. Kom dan. Hop. Dank u. Zo. Dat is één. Roof de sleutel. Dank u. Bevrijd de wijsgeer. Ja, maar waar zit hij dan? Waar zit de wijsgeer dan? Ik durf hier niet naar boven te lopen. Vind ik veel te eng. Ik moet trouwens ook nog drie... Oh, shit. Jullie zien me niet. Ik ben er niet. Jullie zagen me echt niet hier de bosjes in lopen. Echt niet. Kom hier. Kom dan. Kom maar kijken wat jullie zagen. Kom even controleren. Jullie snappen het niet, hè? Kom dan. Uh-oh. Uh-oh. They found me! Sterf! Auw, joh. Hey, doe eens even niet. Ik maakte een foutje. Mag ik ook eens een keer een foutje maken? Hij ging zo lekker. We hadden die sleutel heel sneaky. Dat is voor mij al heel goed. Bevrijd de wijsgeer. Oh. We mogen wel weer opnieuw beginnen hier. Jij ziet mij niet. Ik ben er niet. Bevrijd de... Waar zit die gozer dan? Zit veel verder weg zeker. Hallo? Ja, daar helemaal. Hallo. We kunnen ook gewoon via deze kant gaan. Dat is veel veiliger. Gewoon zo. Hup, eromheen. En dan die kant op. Dat zal weer niet mogen, want dan zou ik wel weer niet kunnen komen. Nou, dan gaan we weer op een ninja-stijl. Kom maar, bitch. Idee. Hop. Kom jij maar even daar liggen. Zo, dan gaan we hier erin. En daar eruit, en daar erin. En daar eruit, en daar erin. Oh, jij bent er ook nog. Het is hier bewogen, anders had ik je niet gezien. Anders had ik hem niet in de gaten gehad als hij niet bewoog. Dan is hij een betere assassin dan dat ik ben. Volgende bosjes. Kom ze hier. I wanna kill you. Waarom luistert hij nou niet? Hop. Dan maar zo. Hier naar boven. Ik ben er niet. Echt niet. Jij hebt niks gezien. Dat was een spook wat jij gezien hebt. Grote god, hoe ga ik daar nou weer dichterbij komen? Kom eens hier. Ja, ze luisteren ook niet. Ze komen niet. Dat je bitches. Ik moet die kant wel op. Of ik het nou leuk vind of niet. Hup. Hier zien ze hem ook niet. Wat zijn het daar voor bewakers? Ze hebben niks in de gaten, man. Mag je naar binnen? Ik heb de sleutel. Hallo. Deur openen, dank u. Oh, iedereen is al dood. Oh, er is iemand anders geweest. Oh, flauw. Ik had iedereen af willen maken. Oh, jij bent nog levend. Auw, hey, doe eens niet. Wie is dat? Waarom heb jij zo'n coole helm? Ik wil ook zo'n coole helm. Uh-oh.
Uh-oh. De kapitein rolt op. Oh, nice. Captain Pissoff. Ja man, ik ben een hele smerige boer. Mogen we wel blijven leven? Dat vind ik aardig. Oh, dat heb ik niet gedaan. Dat was iemand anders. Ja, zeg. Helemaal mooi. Dat was iemand anders. Nou ja. Ik had er nog eentje vanuit een sluipgebied moeten pakken. En dan had ik 100% gehad. Nou, dus voor mij is dat best goed. Voor mijn dun, hè? Als je het vergelijkt met hoe ik het normaal gesproken doe. Oeh, bootje. A despicable display. En een lekkere chick. This tosspot is a ruined man, Caroline. Unfit for life on land, much less at sea. If he goes to the West Indies, it's you who'll suffer. Father. Father. Oh, wat een boze meneer. Pot voor Jan Dory. Oeh, wijn, daar. Not kijk, wijn. Laten we zuipen met z'n tweeën. Old muckworm. He's wrong about me. I hope it's so. You believe me, don't you? Can you not see me? Ja, ik zie jou, ja. Ik zie jou de hele tijd al. Sliding in the port. Ja, kom, laten we zuipen. Hele nacht door. Wat zullen we drinken? 20 maanden lang. With a thousand doubloons spilling from my pockets. Like drops of rain. I can see it. Nou, ik zie weinig, want het is donker buiten. Ik zie vrij weinig. Ik zie wel tralies. Waar we waarschijnlijk wel tussendoor passen als we een beetje proppen. Beetje proppen, dan werkt het best. Dat is helemaal geen probleem. Opslaan. Spannend. Oh, hoi. Ja, hallo. Is dat alles? Ik had kreeft met krab besteld. Kijk dit. Oeh, we hebben een bar. Oké, X. Ja, wat heeft dit dan voor nut dan? Wat voor nut hebben die ketens dan? Bemachtig je uitrusting. Oh, iemand anders heeft mijn uitrusting gejat. Ze hebben alles afgepakt. Stel dat je bitches, dan moet ik de volgende keer mijn uitrusting weer teruggelopen zoeken. Oh, moet dat nou? Nou ja, oké, dan gaan we dat maar doen. Volgende keer, hier op Vaco Games. Vaco Gamers, knal even een like op deze video. Het zou super tof zijn als we de 1000 weer gaan halen. Assassin's Creed 4 doet het ontiegelijk goed met de likes, dus daar ben ik jullie heel erg dankbaar voor. Voor nu ga ik jullie vragen inderdaad om een groen duimpje achter te laten. En te vragen om morgen weer te kijken naar Assassin's Creed 4 hier op Vaco Games. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot morgen. Mazzel!